Al tientallen jaren heeft de omgeving van de Diamantstraat in Alphen aan de Rijn een slecht imago. Vanwege geweld, overlast en vandalisme. De laatste tijd neemt het aantal incidenten weer toe, met als klap op de vuurpijl 17 auto's waarvan deze week de ruiten zijn ingeslagen. Je hebt ook wel een gaatje in je hoofd als je op die manier vernielingen aanbrengt in zoveel auto's. Ik begrijp niet wat iemand bezielt. Sinds de onrustige zomer van 2018 met tal van incidenten proberen de gemeente, politie, vrijwilligers en welzijnsorganisaties dat imago te verbeteren. Verschillende initiatieven zijn in het leven geroepen en het aantal incidenten neemt ook af. Toch zijn ook in 2020 voertuigen en voordeuren vernield, worden recent een man en een vrouw op straat mishandeld door een groep jongeren en vindt in een woning aan de Robijnstraat een dodelijke steekpartij plaats. De burgemeester, vragend naar een reactie op deze incidenten, wil ze er niet aan dat het alleen maar narigheid is in dit deel van de Edelstenenbuurt. Het is dus ook zoeken naar een balans waardoor je de dingen die wel goed gaan in deze wijk ook aandacht geeft en die probeert te vergroten. Daar zetten we al een hele periode heel intensief op in. Dat lijkt ook zijn vruchten af te werpen. En ja, dan zijn er ook weer een aantal incidenten die dat goede resultaat in een fout daglicht stellen. En die incidenten die praat ik niet goed. En ik vind ook echt dat de daders daarvan heel sterk stevig aangepakt moeten worden. Maar ik wil zo heel graag ook dat de mooie dingen uit deze wijk ook in het zonnetje terechtkomen. En dat we niet met z'n allen denken, het is daar alleen maar kommer en kwel en ellende. Want dat doet ook geen recht aan de werkelijkheid. Dan kunnen de feiten nog wel zijn dat het aantal incidenten vermindert. Het gevoel van onveiligheid is er nog steeds. En burgemeester Spies zegt het ook goed te kunnen begrijpen dat iedere keer als er iets gebeurt, het onveiligheidsgevoel vergroot wordt. Maar er zijn volgens haar ook veel fabels. Dan werden er zakdoekjes gevonden waar zogenaamd bloed van spuiten op zat. Nou, dat was gewoon shisha-tabak. Dus er zijn ook wel broodje-aap-verhalen en indianen-verhalen die geen recht doen aan de feiten. Dus ik vind ook wel, juist ook in het belang van al die bewoners, dat we het niet groter moeten maken dan dat het is. Ook niet kleiner, want we moeten de dingen blijven benoemen en aanpakken die niet deugen. Keihard, geen enkel misverstand over. Maar tegelijkertijd ook niet meegaan met allerlei verschrikkelijk, ongelooflijk niet te geloven op het moment dat verhalen niet op feiten zijn gebaseerd. Toch geven veel bewoners aan angstig te zijn en bang te zijn voor represailles als ze melding maken van problemen. Burgemeester Spies herhaalt nog maar eens dat dit wel de enige mogelijkheid is om echt een einde te maken aan de problemen in de wijk. Bespreek het, meld het desnoods anoniem, blijf elkaar ook aanspreken, meld het bij de politie, meld het bij de gemeente, want alleen op die manier kunnen we de rotte appels proberen uit die fruitmand te halen en kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen de feiten op het gebied van veiligheid de goede kant op gaan, maar dat langzamerhand ook het gevoel van veiligheid bij bewoners beter wordt.